Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Niet stikken, hè? En niet die kunstmatige troep, hè? Nee, daar beginnen wij niet aan. En ook niet aan kakkerlakken eten of sprinkhanen eten, nee. Dat hoeven wij niet te hebben. Just wanted you to know, say that you'll never let go again. Een hele goede middag, lieve vrienden, en oprecht een hele goede middag. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Ik ben laat, het is 14:31 uur, maar het regent hier aan één stuk door. Niet leuk meer, nee. Zelfs de meisjes willen er niet uit. Maar ik heb nou toch de moed maar bij elkaar geraapt om mijn regenkleding te pakken. Althans mijn nieuwe jas, die is waterdicht en winddicht. Dus ja, dat gaan we nou uitproberen. Ja, en dan mijn regenbroek erbij. Dus ja, dan hoef ik die regenjas niet aan. Dat vind ik, nou ja, daar zweet je helemaal in. En in die jas, die nieuwste, kijk gewoon met blote armen in, dus ja. En het is nog niet echt zodanig koud dat je meer dingen aan moet hebben. Het is 19 à 20 graden. Ik zal even vragen. Ja. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Niet stikken, hè? Oké. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? De actuele temperatuur in Den Helder is 19 graden. Zoals ik al zei, hè, 19 graden. Ja, ik zei 19 en 20. Nou, dan zit je er niet ver af. Wel? Nee. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, probeer te genieten met dit trieste weer. Het is echt niet leuk meer. Nee. Het spoelt dan één stuk door. Echt niet fijn. Maar ja, voor de tuinieren wel. Voor de tuintjes. Je eigen tuintje, je plantenbakken, wat je ook mag hebben staan. Voor onze boeren, waar we zoveel vechten moeten. Maar ook voor je eigen bestaan. Dus ja, dan moet je toch op de boeren weer leunen. Ook voor je eigen bestaan. Want je wilt toch eten enzovoort drinken. Je wilt je melkproducten. Nou, daar heb je boeren voor nodig. Ja. En niet die kunstmatige troep, hè? Nee, daar beginnen wij niet aan. En ook niet aan kakkerlakken eten of sprinkhanen eten, nee. Dat hoeven wij niet te hebben. Ook al vindt een ander het lekker, wij vinden dat niet lekker. Een lekker stukje mals vlees, ja. Maar ja, dan gaat de telefoon, dus ik zal eens even kijken wat dat is. Ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, het is al lang al de hoogste tijd dat ik naar mijn bed toe ga. Het is ook alweer bijna 3:15 in de nacht. Van woensdag op donderdag. Dus vanmiddag komt Claudia weer. De hondjes heb ik alweer uitgelaten. Maar ja, ik ben nog met van alles en nog wat bezig via WhatsApp. Want ja, zoals normaal. Heb ik dus weer een blokkade op Facebook. Ja. Je mag daar niks neerzetten qua waarheden, et cetera. En dat doen we dan maar via WhatsApp. Want daar mag het wel. Ja. En ik ben met Theresia bezig. Mijn Facebook-zusje. En die stuurt mij ook alweer van alles en nog wel door. Dat je denkt ook van, hoe bizar is dat? Dat is niet normaal meer. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel vanaf onze kant, Corine en de Beestenboel, een welterusten, slaap lekker, met mooie dromen en uiteraard morgen gezond uit je bed zien te komen. Ik zou zeggen, graag tot aan de andere kant van de nacht. Say that you'll never let go again. And then I'll make a promise to you, my friend. I'll be there for you till the end of time, by your side.
that you'll never let go again. And then I'll make a promise to you, my friend. I'll be there for you till the end of time, by your side.